stadje hoor, Oudewater. Moeilijk voor te stellen dat hier 400 jaar geleden de Spaanse troepen binnenvielen. Meer dan de helft van de bevolking op gruwelijke wijze hebben vermoord. Nederland was in die tijd een rijk land en door de bevolkingsgroei was er nog meer vraag naar landbouwproducten. Ook in de steden kwam de handel tot bloei, want het was heel goed geld verdienen aan de scheepvaart en de visserij. Voor de scheepvaart en voor de visserij was touw nodig. En dat werd dus gemaakt hier in Oudewater. Het is geen toeval dat Oudewater touwstad is geworden. Want de boeren die rond Oudewater woonden in de 15e eeuw, die woonden op hele natte landbouwgrond. En die bodem die was zo drassig dat er heel weinig groeide en veel oogsten mislukten. En daardoor zaten de boeren met de handen in het haar. Totdat ze erachter kwamen dat hennep het juist heel erg lekker vindt op die natte grond. Zeker als je het bemest met koeienpoep. En van hennep maak je touw. In Oudewater in die tijd struikelde je over touw. En dat touw werd gemaakt op een lijnbaan als deze. Deze is overdekt, daar was die in die tijd buiten. En zo'n lijnbaan die lag dan helemaal langs de stadswal en ook nog in de straatjes vlakbij. Touw wordt nu dus gemaakt door deze machine. Maar dat is natuurlijk niet meer te vergelijken met hoe dat 400 jaar geleden door hun voorouders gebeurde. Wat een kabaal! Dit is dus een touwmaker. Eigenlijk moet ik lijndraaier zeggen, maar ze werden hier geelbuiken genoemd. En wel hierom. Ze bonden namelijk de gele verpluisde hennep om hun buik en sponnen die hennep langzaam achteruitlopend tot dunne draden. Die draden die werden dan in elkaar geslagen of getwijnd, zoals je dat eigenlijk noemt. En die kan je dan net zo lang in elkaar draaien totdat je de gewenste dikte hebt. Dus zo dun of zo dik als je zelf wil. En die geelbuiken hier in Oudewater, die maakten twee soorten. Een hele dunne, voor visnetten. Of dit joekel, voor de scheepvaart. Een echte Ouderwaterse familie die nog steeds touw maakt, dat is de familie van de Lee. Oudewater kennen we uit de geschiedenisboeken door de moord op Oudewater. Dat was in 1575. En een van de voorvaderen uit die familie, dat was Jan van der Lee. En die speelde een hele belangrijke rol bij die gebeurtenis. Terwijl Oudewater economisch enorm aan het groeien was, brak de opstand tegen de Spanjaarden uit. Maar hoe zat dat ook alweer? De Nederlandse provincies die waren onderdeel van een groot Europees Rijk, bestuurd door de Spaanse koning Philips II. Deze koning was fanatiek katholiek en vond dat protestanten op de brandstapel thuis hoorden. Niet alleen de protestanten, maar ook sommige katholieken die kwamen in opstand. En toen de koning ook nog eens nieuwe belastingen wilde invoeren, toen was de maat vol. Thank you.
koning Philips II kondigen wij nieuwe belasting aan? Dat kan zo. Dit kunnen wij niet toestaan. Absurd. Opstand. Die opstandelingen die werden uitgescholden voor geuzen en dat betekent schooiers. Nou, Jan van der Lee die sloot zich aan bij die schooiers. En vanaf zee vielen ze die Spanjaarden aan. Dat was het begin van de opstand tegen de Spaanse overheersing. Steeds meer families werden protestant. En zelfs de pastoor die werd uit protest dominee. Door zijn moedige jaren als watergeus was Jan zo belangrijk geworden voor Oudewater dat hij gekozen werd tot wethouder en kapitein van de schutterij. Nou Jan, gefeliciteerd. En hij kwam al snel in actie. Want de Spanjaarden die hadden hun zinnen gezet op dit rijke stadje. En in 1575 stonden ze op het punt om hier binnen te vallen en de boel compleet te plunderen. Oudewater kreeg opdracht van de prins van Oranje om de dijken van een nabijgelegen rivier door te steken en het land onder water te zetten. Maar de boeren die voelden daar weinig voor, want dan zou hun kostbare oogst verloren gaan. Dus ze negeerden dat bevel, maar dat was achteraf niet zo slim. Nee, want in de zomer van 1575 staan hier de Spaanse troepen klaar met hun kanonnen om die stadsmuur aan flarden te schieten. Op zaterdag 6 augustus hebben die Spanjaarden 11 uur lang 1600 kanonskogels op die stadsmuur van Oudewater afgevuurd. In die muur vallen grote gaten en onder de burgers veel doden en gewonden. En uit die tijd hangt daar helemaal boven in de kerk nog een kogel. 'S Nachts proberen de inwoners uit alle macht die gaten in de muur dicht te maken. Dat doen ze met koeienstront, met natte hennep en met visnetten. De volgende ochtend, het is dan zondag 7 augustus, schoten de Spanjaarden de gaten in de muur weer open en begon de echte bestorming. De burgers van Oudewater, zelfs vrouwen en kinderen, vochten voor wat ze waard waren, maar ze waren kansloos tegen de soldaten. De Spanjaarden sloegen aan het plunderen en rond de kerk ontstond een grote brand die oversloeg naar de houten huizen. En een groot deel van Oudewater stond in brand. En toen de rook was opgetrokken, was bijna de helft van de inwoners dood. Jan van der Lee werd opgepakt door de Spanjaarden en gevangen gezet aan een huis aan de Amsterdamse Veer. Maar Jan bedacht een slimme list. Ik heb geld verstopt. Hij ging met 2 Spaanse soldaten naar het huis waar het geld zou liggen. En bij het huis aangekomen ging een soldaat op zoek naar het geld. En toen sloeg Jan toe. Hij verdween richting Schoonhoven en liet zich een paar jaar niet meer zien in Oudewater. Na een tijdje dan trekken de Spanjaarden naar het zuiden om daar te gaan vechten. En dan blijft er een klein clubje hier achter in Oudewater. En dan zien de inwoners hun kans schoon om hun stad te heroveren. Want die winter waren de grachten van Oudewater dichtgevroren en zo konden de burgers over het ijs zo naar binnen lopen.
toen de stad weer in vertrouwde handen was, toen begon men natuurlijk aan de wederopbouw. En met die touwindustrie konden ze weer een beetje geld verdienen. Na de rest van de 80-jarige oorlog hebben ze geen last meer van het geweld. En Oudewater wordt weer belangrijk voor die touwindustrie. En daarmee dus een welvarende stad. En wat gebeurt er eigenlijk verder met Jan van der Lee? Hij verblijft nog een tijdje in Gouda en hij komt terug in Oudewater in 1578. Dat is dan 3 jaar na de bevrijding. En dan zet hij dat familiebedrijf weer op poten en hij is nog een tijdje burgemeester geweest van Oudewater. Nou, in 1613 overlijdt hij rustig in zijn bed, maar die touwfabriek die blijft in handen van de familie. Helaas zal daar na 463 jaar een einde aan komen, want mijn broer Gijs en ikzelf, Saskia van der Lee, we hebben geen van beide kinderen. Maar we zijn druk bezig om het voortbestaan van de fabriek te verzekeren. En de komende jaren zal die fabriek langzamerhand in andere handen overgaan. In ieder geval zal er nog jarenlang touw onder de naam van der Lee gemaakt worden. Volgende week in het verleden van Utrecht... Trein van Leenput en het kasteel Vredenburg.